ik van koken hou, ben ik gek op sporten. En voor sporten is het belangrijk dat ik in shape blijf. Nou denken veel mensen dat brood niet in een gezonde maaltijd past, maar niks is minder waar. Juist brood bevat een goede balans tussen mineralen, voedingsvezels, koolhydraten. Het geeft je voldoende energie om te sporten en aan de andere kant genoeg vitamine en mineralen om je lichaam in balans te houden. Ik ben Christa en vandaag maak ik een gezond lunchgerecht met donker Fries roggebrood. Een voordeel van het donkere Fries roggebrood, het bevat veel vezels, minder calorieën. En juist doordat het veel vezels bevat, geeft het een extra verzadigend gevoel. Voor de roggebrood sandwich van vandaag gebruik ik het donkerfriese roggebrood. Deze beleg ik met kasselerib, met magere roomkaas. Die ga ik mengen met mierikswortelcreme voor een extra bite. Vervolgens beleg ik hem met stukjes appel en wat frisse rucola. Wil je het recept nog nalezen of ben je op zoek naar meer tips? Kijk dan op de website van brood.net. Ik begin met de roomkaas. Ik heb gekozen voor magere roomkaas. Die ga ik mengen met de mierikswortelcreme voor een extra bite eraan, voor een pitje. Neem ongeveer 25 gram van de roomkaas met een flinke theelepel mierikswortelcreme. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld ook mosterd gebruiken. Dat is net wat je zelf lekker vindt. We gebruiken 2 sneetjes van het donker Fries roggebrood. Ik ga er eentje alvast met een flinke laag roomkaas besmeren. Zo, nog een klein beetje erbij. Ik gebruik vandaag de kasselerib. Dat is een mager belegsoort. Maar je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld rosbief gebruiken of een 20-plus kaas. Ik pak 2 plakjes. Voor 1 schijfje is dat wel genoeg. Ik doe er wat rucola sla op. Die heb ik eerst goed gewassen. Mag wel een flinke dot. En dan beleg ik hem met wat schijfjes appel. Ook deze die heb ik goed gewassen. Ik heb bewust voor gekozen om de schil te laten zitten, want juist die schil die bevat weer extra voedingsvezels. Ik heb voor wat extra frisheid heb ik nog wat komkommer gewassen en gesneden. Die gaat er bovenop. De sandwich is nu bijna klaar. Ik doe even de bovenkant erop. Druk hem iets aan en dan snij ik hem diagonaal in 2 stukken. Voilà.